De leider van het bezette gedeelte van Zaporizhia heeft aangegeven wat hij denkt dat de Russische invloedssfeer moet zijn. En het is nogal opmerkelijk. Hi, ik ben Thomas Singh, beursbox.nl. Ik ga het daar eventjes over hebben. Want die leider van het bezette deel, die heeft aangegeven dat wat hem betreft, en ja, hij spreekt namens Rusland in feite, zegt hij, is Finland, de Baltische Staten, Oekraïne en Polen allemaal deel van de Russische invloedssfeer. En ja, moet Rusland daar dus zijn invloed hebben en ja, het moet weer deel van het Russische Rijk worden. Dus Forum voor Democratie kiezers, weet wat je wenst als je zegt dat je voor Rusland bent. Want Rusland zegt in feite, als wij die oorlog in Oekraïne winnen, dan gaan wij ook voor Finland, Baltische Staten en Polen. Ja, en nog meer, want ik denk dat Moldavië dan ook geen schijn van kans heeft. En zo zullen er op het moment dat het daadwerkelijk zover zou komen, zal het daadwerkelijk ook wel echt verder gegaan worden dan dat. Ja, en waarom dan stoppen bij Polen? Ik bedoel, als het al zover zou lukken, waarom dan niet direct heel West-Europa even tot je invloedssfeer gaan krijgen? Dan ben je van altijd van de gezeik af van die westerse democratieën met hun vrijheid. Dus ja, eigenlijk de Forum van Democratie kiezers en politici die zo pro-Rusland zijn, ja, die moeten zich even afvragen of je dat wel echt moet zijn. Ik bedoel, ga je het vergelijken met de situatie 1940-1945, aan welke kant sta je dan? En ja, die vraag leg ik dan maar even neer bij die Forum van Democratie kiezers. Waar sta je? Vond je de video interessant? Geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk ook op belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf in op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.